Welkom. Een korte toelichting van de fosfaatreductieregeling, zojuist gepubliceerd in de Staatscourant. Daarmee wordt gepoogd een reductie van 4 miljoen kilogram fosfaat te behalen. En er wordt een onderscheid gemaakt tussen, let op, de doelstelling en de referentiedata. De doelstellingen, daarvoor geldt een hele hoge boete. Voor april een boete van €480 per GVA. Daarna elke maand een boete van €240 per GVA. Kom je dan ook nog te hoog uit op de referentieaantallen met betrekking tot de datum 2 juli 2015, dan geldt er een boete van €56 per GVA. Dus het is echt even opgelet geblazen. Aan de andere kant staat een bonus voor degenen die het wel goed doen. Dat kan de eerste drie kwartalen oplopen tot een €60 per GVA. Er is dus behoorlijk wat te verliezen en te verdienen in deze regeling en daarom wel aan te raden om goed op te letten. Hoe doe je dat? Vee afvoeren, slachten of exporteren?